Hallo, goedemiddag en welkom vanuit een regenachtig Stiekelstad. Maar het gaat door, dat is het goede nieuws. Zometeen over een paar minuten gaan hier weer prachtige praalwagens door de straten van Stiekelstad rijden. En natuurlijk ook zo'n 20 loopgroepen, allemaal verkweekt. Maakt niet uit of het regent of de wind is, of maakt hier helemaal niet uit. Stiekelstad gaat gewoon door. En ze zijn er bijna klaar voor hier in Stiekelstad. Hier gaat het zometeen gebeuren. Dit is het kanon. Ja, meneer, als deze gaat, dan gaan we los, hè? Ja, dan gaat het gebeuren. En hoe lukt dat met de regen en het kruid? Want dat is doorgaans geen goede combinatie. Nou, daar hou ik goed droog, hoor. Daar moet je niet bang voor te zijn. En hoe hard is die knal zo meteen? Vingers nou, in de oren? Behoorlijk. Ja. Nou ja, als je er vlakbij staat, natuurlijk erger, hè? Maar jullie staan nog een beetje baanstaand. 2 jaar geleden, ik zei het al even, was de allerlaatste hier. Omdat het vorig jaar niet doorging. Wachten op het kanonschot, die gaat zo klinken. En dat doe ik niet alleen. Naast mij hier in de reportagewagen van RTV Drenthe zit een man die hier vandaan komt. En als geen ander weet wat carnaval vieren is. Kevin Gustin, hoi, goedemiddag. Hey Judith, goedemiddag. Fijn dat je bent aangeschoven hier. Oud-prins carnaval, hè? Ja, ook nog, 5 jaar ja, terug. Ja, man. Ja. Ja, mooi is dat. Vreesde jij nog even dat het misschien niet door kon gaan hier? Ja, met name dus na vorig jaar was ik wel even bang voor dat het dit jaar ook weer verkeerd zou gaan. Omdat het op andere plaatsen dus is afgelast. Ja. Dus ik was er wel bang voor. Dat gaat er geen 2 keer gebeuren dat jullie niet komen. Want er stond weer een beste wind gisteren. Ja, absoluut. Er zijn ook wel wat karren wel enigszins gesneuveld daaraan. Eentje die kan vandaag niet eens meerijden daardoor. Ah, zonde. Ja, maar dat zie je straks denk ik ook op de beelden wel terug dat er toch wat schade is. Ja, dat kan ook niet anders, want die wagens die staan gewoon buiten, hè? Ja, de meeste karren staan buiten omdat ze dus in een schuur worden gebouwd op de maximale maat van de deuren. Ja. En dan worden ze buiten in elkaar gezet. Maar ja, dan past hij er dus niet meer in. Nee, als hij er eenmaal uit is, dan gaat hij niet meer terug. Nee, voor de meeste karren geldt inderdaad dat niet meer lukt al. Nee. Nou, we zullen even afwachten wanneer het kanonschot gaat klinken. Gaat zometeen gebeuren door de heer Ananias, die hier ook al jaren en jaren het kanonschot voert. Volgens mij is hij er in ieder geval al wel 20 jaar bij. Ik weet niet anders dan dat Ananias erbij is. Zometeen dus het startschot. Ineke, eerst even terug naar jou. Waar ben jij inmiddels? Ik sta op de Dam. Het publiek, jij zegt er mag nog wel wat meer bij. Maar er staan toch nogal best wel wat mensen, hoor, Judith. Zal eens even kijken. Dag mevrouw. Niet schrikken, ik ben het maar. U laat zich niet afschrikken door een beetje regen? Nee hoor. Waarom komt u naar het carnaval? Nou ja, omdat we dat mooi vinden. Wat is er zo mooi aan? Nou, de hele optocht natuurlijk. Vond u nog een beetje spannend of het dit jaar wel doorging? Omdat vorig jaar afgelast werd door het weer? Nee. Want weer leek wel goed, ja. Dus voor mij komt dat wel goed vandaag. Een mooi plekje vooraan in ieder geval. Even naar de buurvrouw. Dag mevrouw. Ja, hallo. De muts op de kop. U laat zich ook niet afschrikken door een beetje regen? Nee hoor. Nee, waarom? Komt u nog voor een... Het gaat niet verder als wel. Dat is waar. En je bent niet van zoeken? Nee. Komt u nog voor een groep of een wagen in het speciaal of voor alles? Ja. Wat dan? Mijn zoon doet mee. En met welke wagen dan? Van de zorg. Die hem van die ding op, zo'n... Hij is dokter. Het heeft iets met de zorg te maken. Ja. En wanneer komen ze ongeveer vooraan, achteraan, weet je dat? Geen idee. Dus je moet ook de hele optocht blijven staan? Ze staan op de middenweg, hè? Ja. Dus dan weet je dat nooit. Nee. Nou, veel plezier. Dan wel even zwaaien, hè, MC. Ja, zeker doen we dat. Doen wij met je mee. Mooi moment, een moeder die naar zoon komt kijken met een wagen die in het teken staat van zorg. Heel actueel. Actuele thema's komen natuurlijk vaak voorbij met de carnaval, hè? Dat zien we vandaag ook wel weer voorbij komen, Kevin. Ja, absoluut. Het is toch eigenlijk, de kaderen worden gebouwd op hetgeen wat er leeft. Ja. Ja, dat lijkt me ook vrij logisch. Politiek. Politiek vooral natuurlijk er weer bij. Plastic soep zien we voorbij komen. De boerenprotesten. Ja. Dus. Ja. Bij het kanon staat inmiddels de burgemeester van de gemeente, M. Erik van Oosterhout. En er staat een speciaal erelid ook, hè, die echt het schot mag lossen zometeen. Ja, klopt. Koenen Velema is vorig jaar erelid geworden. Maar dat kon helaas vorig jaar niet doorgaan, omdat de optocht niet doorging. Ja. En daarom hebben we hem alsnog bereid gevonden om het dit jaar wel weer te doen. En van waar is hij erelid? Dat is een hele gemene vraag. Ik had hem eigenlijk kunnen verwachten, maar ik heb verzaakt om dat even na te vragen. Dus misschien is hij er wel vanaf het begin bij? Hij zit er sowieso heel lang bij. Daar zien we trouwens ook een beeld naast de burgemeester.
Ja, het is wel een man van het eerste uur, absoluut. Ja, dus ja. Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Ja. Volgens mij staat Ineke Kemper op dit moment bij ze in de buurt, of niet? Ja, dat klopt helemaal, Judith. Ik sta bij de burgemeester. En dan kan het niet anders, dan moet u het erelid zijn. Dat klopt, dat klopt. Ik ben de overslager van het dorp hier. Hoe speciaal is het dan dat u zo meteen dat startschot mag lossen? Nou, hoe speciaal is dat? Ja, dat weet ik ook niet, maar... Het is speciaal voor mij dan. Wat ben je een echte carnavalsvierder? Zolang de carnaval bestaat hier, wil ik erbij. En wat heb je allemaal gedaan dan, de afgelopen jaar? Nou, ik ben een keer prins geweest. En inderdaad zelf, zal die dingen meer, zeg maar. Eigenlijk alles wel? Ja, voor alles, ja. Ja, meneer de burgemeester, volgens mij staat u echt naast de beroemdheid, hè, hier op Dam. Ja, het is een hele eer voor mij om naar zo'n lokale held te staan. Ik ben er trots op, hè, geweldig. Nou, inmiddels wordt er een toespraak gehouden door de voorzitter, Manfred Bos. En dan gaan we zo meteen echt los. Succes! Dank u wel. Terwijl voorzitter Manfred Bos het publiek toespreekt, kan ik wel vertellen dat het de 55ste editie is. En dat is een bijzonder jubileum, hè? 55 is een bijzonder getal in de carnaval. Ja, ja, het is eigenlijk alles in de elfvorm. De Raad van Elf. Elf is natuurlijk het zotte getal. Ja. En ja, dan is 5 keer 11 is dan eigenlijk het gouden jubileum. Ja, hè? Ja, ja, absoluut. Dus je viert het 11-jarig bestaan, het 22 en 33, noem maar op. 44, 55, ja, 66 gaan we ook gewoon doen, hoor. Ja, ja. Ja. Nou, de burgemeester gaat ook even een woordje doen. Fantastisch dat we hier zijn. Het weer is al midden, maar dat mag de pret niet drukken. Enorm bedankt inderdaad aan al die vrijwilligers, al die mensen die dit hele mooie feest mogelijk maken. En ik vind het wel mooi dat meneer Venema zometeen het startschot mag doen. Die is wel een beetje nerveus, want dit is daar niet zo dagelijks werk in deze, maar dat gaat helemaal lukken. Volgens mij maken we met elkaar een hele mooie carnavalsoptocht. En dat in de carnavalshoofdstad van Emmen, waar de kompas. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Ja, spannend moment voor het erelid. Het is inderdaad niet iets wat je dagelijks doet, een kanon afschieten. Maar het gebeurt wel elke keer hier in Stiekelstad, hè? Zolang als ik leef gebeurt het sowieso, want ik weet niet anders. Ja. Het is een bijzonder moment om echt de hele omgeving te laten weten eigenlijk dat het losgaat, hè? Ja, dat is letterlijk een startschot. Stekertje nog even. Ik doe het niet helemaal goed. Ja. Oeh, wow, zo hé. Ook ik schrok er dit jaar weer van. En bij deze is het altijd geopend. Ja, man, ik hoop dat hij drop in zijn oren had. Want het was me toch een knal. Dit is zuinig, zeg. Jongen, jongen. Maar goed, het is los. Het kan beginnen. De carnavalsoptocht op Rozenmontag 2020. De 55ste editie in Stiekelstad. En dat betekent dus een jubileum. Helaas niet onder een prachtig zonnetje, maar in de stromende regen. Maar laat dat de pret niet drukken, lijkt me zo. Ja, Kevin, zoals altijd en elk jaar zal ook dit jaar wel weer een jury langs de kant staan, neem ik aan, om die wagens ook te beoordelen. Hè? Ja, ze staan op meerdere plekken in de optocht gespreid. Ja. Om ook echt na te gaan of ze het niet alleen hier voor het oog van het grote publiek te doen, maar ook met name in het dorp zelf, waar de ouderen wonen die niet zo goed hier kunnen komen, de slechte been zijn. Ja? Dat ook daar het feest gewoon wordt gevierd. Oké, dus als ze danseressen of dansers rond de wagen hebben, dat ze dat niet alleen hier op de Dam doen, zo noemen we dat hier in Bargekompas, ja, het centrumgedeelte, maar dat ze dat ook elders door de straten doen. Ja, klopt helemaal. Ja. Okay. En dus de jury blijft niet alleen maar op de Dam staan, maar gaat rondlopen, meelopen om dat te checken. Juist, ja. Ja, ja. Ineke staat op dit moment bij een van de juryleden die dus kan vertellen waar ze allemaal naar kijken. Ja, dat klopt. Eens even vragen. Tom was je, hè? Ja. Oh, er komt nog even telefoon tussendoor. We vragen ons af, Tom, waar let je nou allemaal op als jury? Ja, ten eerste als de kar helemaal zelf gemaakt is en daarin niet gekocht is. Ja, hij mag wel gekocht zijn, maar ja, dan krijg je natuurlijk niet zoveel punten als helemaal zelf gemaakt is. Ja, en we kijken hoe ze erbij lopen, als ze mooie kleren aan hebben, als het zelf gemaakt is, of dat het gekocht is of gehuurd is of wat dan ook. En als ze niet als... Als zo het zak erbij loopt, dan gaan ze een mooi feestje ervan maken. Dat is ook heel belangrijk. Ja, nu vroegen we ons af, want het regent niet. Elke wagen ziet er nog even mooi uit, omdat ze een beetje in het water zijn gevallen. Krijg je dan ook punten in mindering, omdat je misschien niet helemaal de goede materialen hebt gebruikt? Nee, dat kun je niet voorkomen, joh. Zo'n harde winter met het slechte weer, dat is... Ja, ik
kunnen ze ook niks aan doen. Ze doen hun best om er wat moois van te maken. En als het dan kapot gaat door de weer, kun je niks aan doen. Nu heb je dit jaar een compleet nieuwe jury. Waarom is dat? Ja, vanuit de karabo's. Ja, die wouden graag een keer een vernieuwing van de jury, zeg maar. Die, ja, om niet, ja, die waren een beetje bang dat sommige mensen van ja, jullie kennen die en die. En dat ze waarschijnlijk meer punten konden krijgen dan wat ze eigenlijk verdienden. Nu heb jij zelf ook altijd wagens gebouwd. Heeft die groep dan stiekem niet toch een streepje voor? Nee, die kreeg geen streepje voor. Ik ben onpartijdig. Heel veel succes. Dankjewel. Onpartijdig dus, Judith. Nou, we gaan het zien of die groep waar hij bij gebouwd heeft gaat winnen of niet. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Goed, nou ja, we weten in ieder geval waar ze op gaan letten. De jury loopt dus rond ook. Dat is niet onbelangrijk. Om ervoor te zorgen dat de groepen overal hun stinkende best doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Maar ach, daar twijfelde ik eigenlijk niet aan. Gebeurde dat eerder dan niet? Dat er alleen hier een stukje werd gedaan. Ja, dat, met name wel op de maandag zien we wel dat het met name hier om gaat. Omdat men ook wist dat hier de jury staat. Ja. Dan zijn ze daarna eigenlijk wel klaar. Oké. Nee, daarna moet het ook echt door. Dus wat dat betreft is dat wel een goede verandering om de jury dan door de straten te laten gaan. Ja, maar ik snap de bouwers ook wel een beetje hoor. Je hebt het natuurlijk het hele weekend heb je al carnaval gevierd. En dan heb je hier je belangrijkste punt in principe gehad. En ja, dan heb je natuurlijk ook feest in je hoofd. Ja, dan wil je eigenlijk wel de tent in. Ja, hoe zit het met het feest in jouw hoofd? Je hoort mijn stem. Het is, niet, het is niet helemaal top. Maar ja, vanaf afgelopen donderdag begonnen. En we gaan morgen ook nog eventjes door. En dan is het even een weekje bijkomen. Ja. Ik hoop dat de eerste wagens zo voorbij komen. Want vooralsnog laten ze even op zich wachten. Of zie ik in de verte al wat verschijnen? Ik zie in de verte zie ik volgens wel Mayoba aankomen. De dansgroep uit Schonebeek. En mijn zin is, komt dan de Prinsenkade er ook vlot achteraan. Oké. Okay. Dat is altijd hè, de opening altijd met een dansgroep, een majorettengroep of met een drumband. Maar zoiets gaat altijd voorafgaand aan de wagen van de Raad van Elf, denk ik dan. Hè? Ja, dat klopt. Want dat is natuurlijk de eerste wagen die rijdt. Ja. Dat is onze eigen prins en onze eigen gevolg. Ja, die wordt voorop. Ja. En die wordt op deze manier wel heel mooi binnenbegeleid van de wijk. Ja. Jij bent zelf prins geweest. Hoe is dat om prins te zijn in zo'n week, weekend, maanden, weken, noem het op? Ja, dat is heel bijzonder. Huh? Ja, dat is echt mooi. Ja, je geniet er nu nog van. Ja, ik vind dat zeggen. Ja, en dat heeft er ook een beetje mee te maken. Ik mocht dit weekend weer bij de jongens een beetje optrekken van de Raad van Elf. Ja, dan proef je het weer, hè, dat sfeertje. Dat is echt, echt heel mooi. Wat is dat dan? Ja, dat kun je niet uitleggen. Het is, je bent met het feest bezig, je organiseert het en je viert het. En het wordt gewaardeerd dat je het doet. En dat, je bent natuurlijk wel het uithangbord van de vereniging dan. Ja, maar kun je nog op de benen staan? Heel apart. Als prins heb je het meeste te doen. En dan heb je ook in één keer het meeste energie. Als Raad van Elf is het, je hebt iets minder verantwoordelijkheden. En daar had ik al die jaren meer moeite mee dan toen ik prins was. Ja. We hebben gisteravond op TV Drenthe nog kunnen zien dat de prins en prinsessen, nog een hofdame trouwens ook, nog langs mensen gingen, inwoners van Barkum-Paskum, die er helaas niet bij kunnen zijn vanwege een operatie of wat dan ook. Dat ze dan wel even naar die mensen toe gaan om een bloemetje te brengen. Ja, nou, dat is ook, ook dat is carnaval. Dat past dus eigenlijk ook heel mooi bij jouw samenvatting, saamhorigheid. Ja. Ook dat hoort erbij. Ja, het werd erg gewaardeerd ook inderdaad. Ja. Dat je toch het gevoel krijgt, ze zijn ons niet vergeten, ook al kunnen we er niet bij zijn. Het gaat los hier op de Dam, zie ik. Want de majorettes, die zijn aan het dansen. Door weer en wind. Dat is toch wel gaaf om te zien dat het gewoon allemaal door kan gaan dan, hè? Ja, maar je moet je hem echt al afgelasten voordat we er echt mee stoppen, hoor. Ja, nou ja, vorig jaar was dat het geval. Ja. Ik heb gisteren ook nog even gedacht, toen het zo enorm waaide in Zuidoost-Drenthe, zal die in Bargerosterveld doorgaan, maar die ging ook gewoon door. Ja, die is gelukkig ook gewoon doorgegaan. Ja. En dat is volgens mij ook allemaal goed verlopen. Ik heb geen rare berichten daarover gehoord dat het niet goed is gegaan. Nee. Wat zullen die pakken zwaar worden door de regen, denk ik dan? Dat zat ik ook al even naar te kijken, inderdaad. Want ze zijn al een poosje bezig natuurlijk. En ze zijn er nog niet. Dus dat... dat zal inderdaad zwaar en vooral koud ook, ben ik bang. Ja, maar het is er niet aan te zien. Nee, ze hebben allemaal nog een lach, hebben we gezegd. Hè. Daarom, daar gaat het om. Intussen is het qua publiek ook wat drukker geworden op de Dam. Dat is mooi om te zien. Echt, met al die gekleurde paraplu's is het ook eigenlijk nog best feestelijk gezicht. Hè? Ja, het ziet er op zich best grappig uit.
Dit is langzaam maar zeker de eerste wagen die in beeld komt. Nou, we zeiden al even, dat is de wagen van de Raad van de Elf. En Ineke Kemper, die zit volgens mij op die wagen. Ben je binnenin? Ja, dat klopt helemaal, Judith. Ik ben niet binnen, ik sta er zelfs bovenop. Het is hier best wiebelig. Ja, Prins Igor, hoe blijf je staan de hele optocht? Nou, gewoon op je voeten. Het is toch behoorlijk evenwicht bewaren, zorgen dat je niet opvalt. Ja, zeker weten. Maar ja, dat zijn we nou wel weer gewend. Ja. Hoe is het carnavalsweekend tot nu toe? Ah, geweldig. Ja, hartstikke mooi. Wat heb je allemaal meegemaakt als prins? Oh, dat wil je helemaal niet weten. Dat is een waslijst. Man, dan sta je hier met een uur nog. We hebben zoveel mooie avond daar. Seniorengala. Dat is geweldig. Mensen vonden het super volgens mij. Al goede reacties gehad. Onze eigen gala avond. Ah, dat is ook altijd geweldig mooi. Frans Bauer in de tent. Mooi werk op het podium. Ah jongen, dat is ja, super weekend zo met elkaar. En dan nu deze optocht, is dat een uurtje feest vieren? Zeker weer. Het feest gaat altijd door, hè? Ja, de prinses staat naast je, hoe doet ze het? Geweldig. Ja, echt. Die is hartstikke goed bezig. Die is flink op karakter aan het doorwikkelen. En ze horen ook, Dankjewel, heel veel plezier nog. En maak er een feestje van. Gaan we zeker doen, dankjewel. Prins Eagle, de 55ste Marcel Ots en de prinses Lisette Hummel stond ernaast. Hoe word je eigenlijk prins, prinses? Ja, dat is eigenlijk op elk dorp verschillend. Ik weet dat bij wijze van in bepaalde buitendorpen word je gekozen door de oude prins. Okay. Dus je zoekt je eigen opvolg. Bij ons gebeurt dat je gaat in de Raad van Elf en vanuit de Raad van Elf wordt gekozen wie de prins wordt. Oké, de Raad van Elf kiest uit hun eigen... Uit hun eigen club, dus in principe heb je een raad van 12 zo gezegd. Want je hebt 11 plus een prins. Ja, ja, ja. En de prinses? Die mag dan de prins uitzoeken. En in dit geval heeft de prins een vrouw gekozen. Ja. Dus die konden lekker met z'n tweeën het hele weekend feest vieren. Zijn eigen vrouw? Dit is zijn eigen vrouw, ja. Het is een stelletje. Dit is een stelletje, ja. Nou, ja, mooi prinsenpaar dan. Ja, dat dacht ik ook. Ik verwonder me altijd dat die wagens ook gewoon nog overeind blijven. Hè? Als je ziet hoe er zo nu en dan gehorst wordt op wagens. Ja, maar er wordt ook wel fatsoenlijk gebouwd hoor. Er zit ook gewoon een normale constructie achter. Deze kar heb ik dan toevallig gezien dat ook gewoon een constructie is waar men normale gewoon platte daken van maakt. Ja. Prins Eagle en zijn gevolg. En hier hebben we Barbie en Ken natuurlijk, hè? Ja. Niet onbelangrijk, die hoort er ook bij. Het is een loopgroep, neem ik aan, hè? Ja, dat zou dan niks 18 zijn als mijn informatie klopt. En uitbeelden van ik ben de mooiste die er is of zo. Zo ongeveer, hè? Dat willen ze uitbeelden. Want dat is het natuurlijk, hè? Als je Barbie bent of Ken bent, de mannelijke Barbie. Dan gaat het vooral ook om schoonheid, toch? Ja, ik hoor het jou zeggen. Ik weet niet of jij ooit met Barbies hebt gespeeld. Ik had er niet zoveel. Ik had een nichtje, dus ja, die. Ze kwamen wel eens voorbij. Ineke staat inmiddels bij de Barbies. Dag dames. Hoe gaat het? Prima, met dit omstandigheden een beetje minder. Maar we maken er het beste van in Stiekelstad. Hoe kom je er nou bij om zo met z'n allen als Barbie en Ken te gaan? Nou, omdat het schoonheidsideaal, dat tegenwoordig het plaatje een beetje moet zijn. Met opgevulde borsten, opgevulde lippen, opgespoten kont. Maar dat iedereen het beste gewoon zichzelf kan zijn. En deze statement willen we eigenlijk een beetje maken. En zeggen ze eerlijk, ben je dan ook helemaal jezelf of heb je zelf ook iets laten doen? Ik heb zelf niks laten doen, dit is allemaal nep. Alleen voor vandaag. Oké, heel veel plezier. Ja, dank je. Dankjewel. Veel plezier in Stiekelstad. Dankjewel, dat zal wel lukken. Veel plezier in Stiekelstad. Weet jij waar ze vandaan komen? Die komen hier van het dorp af. Dat zijn de Witches of Kompas. Ik noemde ze niks 18, maar dat is dan net even de verkeerde informatie die ik heb gekregen. Ja. Maar ik zag aan een startnummer dat het de Witches of Kompas zijn. Oké. Nou, ach, prachtig Barbie'tje inderdaad. En volgens hebben we mensen op Piet. Ook een loopgroep. Maar dan met zo'n paardenstok die je eigenlijk als kind ook wel hebt, hè? Als speelgoed, waarmee je dus vervolgens door de kamer huppelt. Heel veel kinderen hebben dat wel gehad en zal het bekend voorkomen. Ja. Hier is echt een eagle, op de wagen geplaatst. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het Spiekelswien. Ja, absoluut. Prins Eagle. Dat hij een bordje in de handen heeft met het jaar 55 erop.
En dat thema komt vaker voorbij. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het 55 jaar bestaat hier. En dat moet gevierd worden. Zoals gezegd is dat een bijzonder getal in de carnavalswereld. En ze hebben er een prachtige egel van gemaakt, hè? Ja, absoluut. Dit is MSW op de kop, of Miss Wotterkop, zoals ze zichzelf ook graag noemen. Ja. Komen hier ook van ons dorp af. En ja, die hebben altijd wel hele mooie creaties, hoor. Volgens mij zie ik de eerste praalwagen ook al aankomen van ons dorp. Met de Indianen ervoor? Met de Indianen ervoor, inderdaad. Zijn toevallig ook eerste geworden op zaterdag. Als je ook hier kijkt naar al het draaiwerk en wat er allemaal aan beweegt. Die Indiaan gaat op en neer, de handen gaan heen en weer. Ja, daar zit wel echt een idee achter qua techniek. Ja, het is wagen typisch carnaval. Hè? Het is een beetje dubbel bedoeld, typisch carnaval. Maar ook een tipi-tent, een Indianentent. Ja, het is natuurlijk de dubbelspraak daarin. Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje het carnavaleske. Het moet allemaal niet te serieus. Nee, nee, nee. En het feit dat deze zoveel draaielementen en zo heeft, maakt ook dat dit wel de winnaar is geworden. Omdat hij zo technisch goed is uitgevoerd, zeg maar. Nou, ik denk het wel. Ik heb natuurlijk de puntentelling niet volledig kunnen bekijken zaterdag. Maar hij is ook heel mooi afgewerkt, hoor. De jongens hebben ook niet alleen de moeite gestoken in hun dansjes en in de kal aan zich. Maar hebben ook nog speciale mix laten maken met Indianen en Heya de Prins, volgens mij hoor ik hem net ook op de achtergrond. Ja, hier zit wel echt een idee achterop. Ja. En de kanslozen, die waren, dat is deze groep, die waren vorig jaar tweede. En die wilden ook echt gewoon nu eerste worden, hè? Ja, ook wel mooi, want vorig jaar had een andere bouwersgroep die had een motivatieprijs bedacht. Ja. En die hadden ze toevallig ook nog gewonnen. En dan worden ze het jaar erop alsnog ook nog eerste. Dus dat viel allemaal wel heel mooi samen. Mooi, met de Indianen, met het opperhoofd natuurlijk op de wagen. En met veel draaielementen dus, wat deze wagen bijzonder maakt. Ja, het stinkt. Is het altijd, hè? Nu de prins, ook mooi. Dit zijn de slakken die door de straten van Stikelstad gaan. Met het bordje 100. En dat heeft natuurlijk, hoe actueel, alles te maken. 130 staat er nog op trouwens. Alles te maken met het feit dat we dat straks niet meer mogen rijden. Straks wordt het 100 rijden. En dus gaan we met een slakkengangetje door de straten, Ineke. Jij kunt ze wel bijbenen, denk ik dus. Oh ja, met gemak. En jullie, de politie deelt zelfs boetes uit. Lopen we even naar hier naartoe. De voorzitter, ja, u kreeg net een boete. Waarvoor? Ja, ik denk voor te veel drinken dit weekend. Want mijn stem is weg, maar nee, ik heb niet veel gedronken. Maar dan helpt een borrel toch goed voor de keel? Ja, doe ik straks een jegermeistertje. Maar pas op maandagavond, hè. Eerst alles goed afronden en dan neem ik een borreltje. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, kijk, ik heb geen richting aangegeven. Verkeer parkeren en te aardrijden. Ja, kan niet, hè? Nee, moet niet doen, hè. Maar toen. Leuk toch? Hoe gaat het nu toe? Ja, ondanks het regen gaat het heel goed. Ja, ik ben blij, ik ben trots wat ze hier met elkaar doen. En als ik zie hoeveel mensen er staan nu toch, ondanks dit. Ja. Ik zou niet langer storen, want je bent steeds minder te verstaan. Ja, kun je je stem een beetje sparen? Sorry, maar. Geniet ervan. Doen we. Ja, er moet nog een flinke borrel in, denk ik, Judith. Dat wilt wel weer met die keel. Ja, ik denk het ook. 100 is niet snel, maar met deze slakkengang komen we er wel. En weet je wat ook grappig is aan deze groep? Ze dragen, normaal gesproken, hè, nu zijn ze anders verkleed als slak, maar met de feesten dragen ze ook gele overalls. Hè? En als er een stagiair in de groep komt, draagt hij een rode overall. Ja, en dan ben je dus goed zichtbaar als stagiair, wordt er gezegd door deze groep. En weet je wat de rol van een stagiair ook vooral is? Ik denk bier halen. Ja, ja, okay, dan helemaal goed. Bier halen, inderdaad. Het zal vast geluk zijn ook bij deze groep. Daar ga ik wel vanuit, hoor. Ja, Miffy, bijzondere loopgroep. En dan is het een loopgroep, hè? Maar wat hebben ze nog veel moeten bouwen met die slakken? Ja, maar het is allemaal niet gemotoriseerd en ze worden allemaal per stuk gedrukt natuurlijk. En daarom vallen ze dan wel onder de categorie loopgroep. Maar dan wel onder de grote categorie, want daar is een onderscheid in tussen kleine en grote loopgroep. Ja, niet alleen carnaval, maar ook circus is hier in het dorp in Bargecompas. Hoe leuk is dat? Ja, dit is Down Under. Doen ook al wel jaren hier mee. En dit is ook wel echt zo'n typische feestkaart die gewoon standaard wel meedoet. Willen het feest gewoon vieren en komen gewoon elk jaar weer. En waar komen zij vandaan? Volgens mij komen deze uit Emmercompas, als ik het niet helemaal verkeerd zeg. Ze zijn hoog. Ja. Absoluut, want je ziet ook de lampen hier er nog aanhangen.
En dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de optocht op vrijdag in Emmelkopaal. Ja, een lichtjesparade daar ook, hè, dan? Ja. Ja, en ze staan ook echt hoog, hè? Want ze staan echt op het hoogste stekkie, zeg maar, van de wagen. Hoe hoog schat je dit? Ja, dit is wel een meter of 3, 4. Ja. Ineke, sta jij ook op 3-4 meter hoogte? Ja, ik sta heel hoog, Judith. En wat trilt dat hier? Ja, dat is de muziek, hè? Er moet gewoon meer muziek bij. En is het een beetje gezellig? Jawel, maar een beetje nat, hè? Vertel eens wat over jullie wagen. Ja. Het thema dit jaar is... Oh. Ik word helemaal uitgerookt hier. Ja, ja, dat hoort er een beetje bij, hè? En we hebben een bellen aan. Hoort erbij, hè? Hoort er gewoon bij. Er moet meer rookmachines op elkaar komen. Dan gaan we dat doen. Wat? Gaan we dat doen. Meer rookmachines? Ik hoor er niks meer van. We gaan gewoon een feestje bouwen hier. Lijkt me het allerbeste. Dat gaan we doen. Ineke hoort er niks meer van, maar volgens mij, hij had ook wat pils in de hand. Zat er ook aardig al wat in ieder geval. Nee, die jongen had er echt een goede skik aan, dat kon je zien, hè? Ja, inderdaad. Ja, nog een paar Barbies komen er voorbij. Ja. En dan vervolgens weer zo'n prachtige loopgroep. Man. Dat is helemaal geen loopgroep, die hoort bij de kar. Echt waar? Ja. Nee. Ja, absoluut. Zijn dit allemaal taartjes? Het zijn allemaal taartjes, die horen we bij de vierenfluiters. De kar dus die daarachter rijdt. Jeetje, wat een grote groep. Ja. Allemaal gebakjes worden hier, zeg maar, uitgedeeld ter ere van het jubileum van de carnavalsvereniging. En die gebakjes lopen dus letterlijk door de straat. Ze zijn om op te vreten hier in Bargekompas. Nou, ontzettend veel werk zit er ook in het maken van die kostuums, Kevin. Heb je enig idee wanneer zulke groepen beginnen? Oh ja, die beginnen in oktober, beginnen hier al mee, hoor. Ja? Ja, dan hebben ze het idee eigenlijk al klaar. In oktober is echt wel de eerste dag. Dat ze al beginnen met het lasten van de constructies en dat soort dingen. Zo. Ja, dat zit echt op een behoorlijke poppenwerk. Ja, ja. En is het dan eens in de week bij elkaar komen? Of hoe gaat dat dan? Nou, met name de zaterdag, die wordt er wel voor aangebroken. En ook heel vaak op de avond zijn ze ermee bezig. Ja. En er zitten nog groepen bij die dan op een zondag zeggen van we doen een speciale plakdag. En dan mag ook iedereen meekomen helpen en even kijken wat er gebeurt. Ja, dat wordt natuurlijk mee genuttigd. Hier draait ook heel veel, hè, op deze wagen. Ja, er zijn normaal ook wel een van de groepen, nou, dat kun je ook wel zien. Die hebben wel heel vaak ook tegen de prijs aangezeten, hoor. Ja. En als je dit zo ziet, volgens mij ook wel redelijk terecht. Moet je technisch wel redelijk vernuft hebben. Oh, wat leuk van die eentjes door de straat hier. Ja, dat is eigenlijk nog een heel bijzonder verhaal. Want daar hoorde een kar bij, maar die is helemaal kapot gewaaid. Dus die rijdt niet mee. En nu heeft de groep besloten om toch met hun eentjes wel mee te rijden. Dat zie je dus eigenlijk ook weer terug. Dus de bouwers die doen een stukje loopgroep naast de wagen. Ja, want wat voor wagen hoorde hierbij dan? Carnaval vieren doe je niet in je eentje. Oh. Ze hadden een hele grote opblaas eend met een grote tent erachter. Ja, ja. Maar die heeft de regen en wind niet overleefd? Nee, die jongens hadden aan het einde van de storm echt een open tent. Zo. Open huis. Ja, open huis, met elkaar, ja. Maar het is wel leuk op de manier waarop ze ook... want ze lopen gewoon in die wagens. Maar het lijkt wel alsof die eentjes slippend hier door de straten gaan. Dat is wel grappig hoe zich dat uit dan vervolgens. Ja, ja. Dan komen de gangmakers nog voorbij trouwens. Ineke staat bij witte dames die hier aankomen. Ik word bijna een beetje bang van jullie. Nee toch, echt waar? Jullie zien er best een beetje eng uit. Ja, nou ja, we zijn tegen plastic. Dat plastic is wel afgevoerd naar de zee. Dus we moeten toch wat proberen om het tegen te houden, een tweede leven te geven. Dan zijn we dus aan het doen met elkaar. Dus zo creatief zijn wij. En waarom dan dit thema? Waarom vind je dat belangrijk? Nou, dat is best voor het milieu allemaal. Het is best wel belangrijk als we dit tegen blijven houden. Als waar. Op zo'n manier doen we dat dus. We moeten ondertussen even doorlopen, want we houden de hele stoet op. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Is het een beetje te doen met weer? Ja, het wil wel, best wel. Ja. We zijn gewoon aangepakt, dus op zich wel best. Ja. En die masker is wel handig, hè? Want bij mij loopt de make-up aan. Maar heb jij geen last van? Nee, echt niet. Nee, echt niet. Nee, nee. Zet hem op. Dankjewel, bedankt. De toppertjes zijn dit, hè? Thema dus plastic vervuiling. Nou, kom nog vaker voorbij, hè? En nou ja, dat zeiden we net ook al. Actuele thema's en carnaval, dat gaat altijd samen. En nu is het heel serieus, maar vaak wordt er ook iets op de hak genomen natuurlijk, hè? Ja, ja, absoluut. Ik zag bij het overzicht van deze groep dat het laatste jaar zou zijn dat ze meedoen. Wat weet jij ervan? Ja, eigenlijk helemaal niet. Ze schrok er ook van toen ik het zag.
Maar ja, deze groep doet ook al wel jaren mee, hoor. Ja? Maar ja, ik lees het ook. Ja, het zou heel zonde zijn als er een groep mee stort. Ja, ja, we vragen altijd wat informatie van groepen inderdaad, hè, om ons ook even bij te staan tijdens deze optocht. Maar goed, de toppertjes, nu dus als thema plastic vervuiling. En het zou maar zo de laatste keer kunnen zijn, wie zou het zeggen? Wat krijgen we hier? Piraterij? Ja, dat zijn de krekels. Ja, de krekels. Ja, die komen hier ook van ons dorp af. En dan zie je ook alweer dat daar van alles aan draait en beweegt. Wat maakt dat toch, dat zoveel wagens uit Bagger Kompas zo mooi en groot zijn? Ja, dat is voor mij natuurlijk even heel gemeen om daar iets over te zeggen. Want ik kom van het dorp zelf af. Ja, dus alles wat niet. Ik daarover vind, dat is natuurlijk mijn gekleurde mening. maar ja, ja, een stukje concurrentie ligt hier misschien niet zo over. Maar toch een beetje een competitieve element wat daarin zit. Ja. Ik moet er ook op bij zeggen, van Zwartemeer komen er ook echt wel straks een paar karren voorbij. Ja, die zijn ook echt heel netjes gemaakt, hoor. Ja, en dit zijn dus de krekels. Ja. Met als thema, wat haal jij eruit? Ja, het is even heel jammer. Het is echt een piraterij. Het is echt gewoon een groot piratenschip inderdaad. Ja. En ik heb de spreuk nog niet kunnen lezen. Dus anders had ik daar misschien iets meer over kunnen vertellen. Ja. Hij is wel prachtig zoals hij voorover in de ogen ligt, zeg. Geweldig. Ineke, waar ben jij inmiddels? Ja, moet je nou eens kijken hierin wat ik heb gekregen. Oh, ze wat delen, mooi. Ze delen bloemen uit, die kinderen hier van deze wagen. En er kwam een heel klein jongetje naar me toe. Hij is helaas alweer een stukje verder gelopen. Hij kreeg een bosje bloemen. Nou, is toch lief? Echte egeltjes lopen hier door de straten. Ja, grote en kleine. Stiekels op de rug. Ik heb er maar niet aangezeten, want ik ben bang dat ik word lek geprikt. Maar nou ja, bloemetje is nooit verkeerd. Nee, welke zijn dit, Kevin? Het zijn de knikegels. Doen normaal altijd mee als de knikezels. Ja, ja, ja. Dus ik had bij de prijsuitreiking natuurlijk ook de verspreking bij. Omdat die, ja, deze jongens doen ook al jaren mee. En je kent ze dan eigenlijk niet anders als knikezels als je, hier, ja. Als je ze een beetje kent. Maar die doen dus dit jaar om reden mee onder een andere naam. Ja, eenmalig even van naam veranderd vanwege het 55-jarig jubileum. Ja. Om dat te eren. Dat is toch wel best wel een leuk bedacht. Mooi, mooi ja. Bedacht, hè? Ja. En weet je wat bijzondere ook aan deze groep was? Dat een aantal leden met gebroken ledematen de pakken hebben gemaakt. Wat was er aan de hand? Weet jij dat? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik denk dat ze hebben gezegd van jullie kunnen toch niet zoveel bewegen. Gaan jullie maar aan de naai. Nou, dat is goed gelukt. Nou, het is heel goed gelukt. Ja. En deze wagen, hoort die daarbij of is dit weer een volgende wagen? Nee, dit is weer een volgende groep. Er zijn de bromberen en dat komt volgens mij uit Emmel Kapaskum. Dat mensen, dat is wel een hun moedervereniging. Ja, en verlichting weer op de wagen. En natuurlijk dus ongetwijfeld. Ja. Dat moet ook een mooi gezicht inderdaad zijn in Emmel Kapas als zo'n wagen dan verlicht in het donker door de straten rijdt. Hè? Ja, helaas heb ik dat nog nooit kunnen zien, omdat wij dat vrijdag hier een galaavond hebben. Dus wij zitten hier. Ja, wat ik vaak op foto's voorbij zie komen van vrienden. Ja, echt mooi. Ja. We gaan even muziek maken, zie je het? Ja, maar volgens mij zijn dat de Lordcomers. Ik weet niet of er echt muziek uitkomt. Volgens mij moeten we dat er zelf bedenken. Maar het kan ook zijn dat wij het hier niet horen in de wagen. Want banaan, wat staat hierop? Ik durf zo niet te zeggen wat er precies op staat. Banana. De Wailap. Me want banana. Dat zijn de Wailap uit Bargroosterveld. Ineke, sta jij bij de Wailap in de buurt? Ik weet eigenlijk niet wat de Wailap zijn. Als het een witte banaan is, dan zijn die net bij mij voorbij gereden. Maar ik wou eens even kijken bij de mevrouw waar ik net stond. Dag mevrouw, heeft u hem al gezien of zo? Nee. Nee hè? Ik ben nog niet langs geweest. Ik denk, hij komt hier aan, maar dit is hem ook niet hè? Nee hoor, nee. Wat heb je wel al gezien? Ik heb nog niemand gezien, echt niet bekend niet. Maar hij komt wel hoor. Jawel. Ja, jawel. Jawel. Nou en ondertussen komt achter ons het Rad van Fortuin voorbij. Even kijken, er wordt hier flink met confetti in de lucht gestrooid, geschoten. Dag, even storen. Hoe gaat het? Ja, super hè? Dit is carnaval, Bargher Kompas. Toch geweldig? En die regen maakt niet uit? Nee, natuurlijk niet. Geen last van. Warm, heerlijk. Volgens mij is het een feestje, of niet? Heel groot feest. Elke keer weer. Veel plezier. Ja, dankjewel. Kun je nog een slinger aan dat rad geven, Ian? Of is die niet draaibaar? Voor
volgens mij is die niet draaibaar. Ah, jammer. Anders waren de dikke prijzen weggegeven meer, denk ik. Wow, er gaat een hoop confetti, groen van kleur, hier ja, de dam af. Je ziet wel welke kant de wind op staat, trekt ook. Wat is dit voor groep, Kevin? Dit zijn op Engwiese is dit. Als ik mij dat nog goed herinner, zaterdag ook hoog in de prijzen geëindigd. En in een grote categorie. En ze doen op geheel Engwiese iets met een klok. Ik zie op elkaar staan het groene kooltje. Ja, hoe groen is jouw kool? Heeft natuurlijk weer van alles te maken met het milieu. Ja, inderdaad. Ja. En de zoekkippen zijn er dit jaar ook weer bij. Gevolgd door heel mooi kleurrijk. Oh, moet je kijken. Groen, blauw, geel. En wat moeten ze het koud hebben. Ja, dat zijn de dolle dwaas. Flink blijven dansen, denk ik dan. En wat prachtig zijn die kapsels ook gemaakt. Hè? Die hoeden, dat haar, wat moet het voorstellen? Ja, dat ziet eruit als een goede bos krullen, dacht ik. Ja, want wat wordt er een materiaal gebruikt, hè? Ja. Veel foam, denk ik, in dit geval. Ja, dit is allemaal een foam, inderdaad. Ja, met als je goed kijkt nog lampjes ook, hè, in dat kapsel. Niet alleen foam, maar ook nog lichtjes erin. Ik kan me haast niet anders voorstellen dan dat ze vrijdag ook hebben meegedaan. Maar dat is iets wat ik met zekerheid kan zeggen trouwens. En dit maken ze zelf, hè, denk ik allemaal. Ja, kleding wordt niet vaak gekocht, nee, toch? Bijna niet. Nee, nee. Ja. Er zijn natuurlijk wel over wat karren bij die onderdelen hebben gekocht. Ja? Of eentje zelfs helemaal gekocht is. Maar dan wordt hier altijd van tevoren aangegeven, zodat de jury daar rekenschap mee houdt. Ja. De jurering. Prachtige paal. Ja, absoluut. Vol trots zijn veren laat zien. De drollen, dwaas. Tot ziens. Ja. Nou, nog niet tot ziens hoor. We zijn nog maar halverwege volgens mij, als we dat al zijn. Hier bij de 55e editie van Rozenmontag in Bargecompascuum. Dat deze dagen natuurlijk is omgetoverd tot Stiekelstad. En er gaan volgens mij weer, lekker gebakjes door de straten heen. Ga je wat proeven? Nou, ik hoop het. Zal ik eens even kijken? Hier achter wie scheert lijkt wel een ijskoopwagentje. Mm. Hallo. Hallo. Kan ik ook een gebakje proeven of zit dat er niet in? Ja, daar. Daar, kijk daar. Kijk daar, kijk daar. Oh, kijk, ik heb de gebakjes gevonden, Judith. Heel goed. Eens even kijken. Ja, dat laat ik me geen twee keer zeggen natuurlijk. Ik heb trouwens de sokken nat. Zullen wel meer mensen last van hebben met het weer? Hallo. We gaan eens even kijken wat u voor lekkers heeft. Lekkere taartjes. Het is feest. En waarom deelt u dat uit? Of alleen omdat het feest is? Omdat het feest is, ja. Zo'n verjaardag bestaan hoort een taartje bij. Mag ik er eentje? Want dat had ik me geen twee keer zeggen natuurlijk. Ja, dankjewel. Zo, Judith, even over naar jou, want ik heb wat te doen. Zo, die heeft het even weer goed voor elkaar. Welke zijn dit? Dit is natuurlijk de Klabanters. Ja, in het kader weer van 55-jarig bestaan deden ze lekker taart uit dus. Niet alleen in Ierke, maar ook aan het publiek. En weet je wat het bijzondere van deze groep ook was? 3 weken voordat het klaar moest zijn en deze optocht is, kwamen er nog even 4 leden bij. Dan kregen we het laatste moment nog wel wat te doen. Dan heb je nog wel even wat te doen om alles klaar te maken. Maar het is goed gekomen. Ze zijn hier, dat is mooi. Dat is het beste nieuws. Ja, dit is weer een kar van onze zustervereniging uit Zwarte Meer. CV op het randje heten ze. Nou, het is ook op het randje. Het is ook op het randje. Ah, dat is de uitdaging dan ook, hè? Ja. Grenzen opzoeken. Die leeftijd hebben ze ook volgens mij als ik ze zo daar op die karren zie staan. Ja, lekker, hè? Ja, mooi. Mooi. Feest vieren. Naar de gebakjes hebben we bloemen hier in Bargecompas. We krijgen van alles voorgeschoteld. Ja, dat zijn dat is de groep Wie Genieten. Een American look. Alsof we even in de Verenigde Staten zijn. Ja. Ja, die wordt toch weer bij de kar die erachter. Ja, daarachter verschijnt weer een heel grote kar. Met die vlechtjes en het hoedje op is ze net mevrouw Antje eigenlijk.
Renske dat net voorbij kwam. He? Zie je dat? Ja. Ja. Oh, en dat is ook een aardige dame. Aan het dansen. Ja. Alsof het carnaval in een of ander Zuid-Amerikaans land is. Ja, dit zijn dus groeters. Als ik dat even goed zie. Met een prachtige egel weer. Ja, maar dat gaat natuurlijk ook weer over de 55 jaar. Precies. Ja. Dat is toch wel het thema, hè, Ineke? Ja, ik kan je niet helemaal goed horen, Judith, want ik sta inmiddels weer bovenop een kar. En mevrouw, vertel eens even, waar staan we bovenop? Ja, je staat op een kar van de scooters. En vertel eens wat over jullie wagen. Vertel jij eens even. Oh, dat moet jij vertellen. Je bent de bouwer, vertel eens wat over de wagen. Waar wonen we weer? Nou, wat zien we allemaal? Hey, vijfde jaar Stikkelsvriendbeeld eruit. En we hebben grenzeloos feest. En zijn we allemaal verkleed als aparte landen. Aparte landen? Ja, de tractor van ons is Nederland. Ja. Dit is de Arc de Triomphe van Parijs. En, ik zag het vrijheidsbeeld. Ja, Amerika. En een cafeetje natuurlijk. Maar we zien ook heel veel egels voorbij komen. Maar jullie dachten dat moet maar niet doen? Dat is ook een egel. Ach ja, tuurlijk, die heb ik nog helemaal niet gezien. Dat is een stikkelsvriend. Nou Judith, dat is volgens mij het antwoord op je vraag. Ook hier hebben we een egel bovenop de kast staan. Ik had het nog niet eens gezien, joh. En het thema dus grenzeloos feesten. En daarmee beelden ze dus diverse landen uit. Zoals Frankrijk, hè, Parijs noemden we al, of hoorden we al voorbij komen. Nou, Verenigde Staten zagen we al. Nederland natuurlijk. En Bart Kompas in het bijzonder met het stiekels hier voorop. Hè? Had je dus goed gezien dat het een Braziliaanse danser is? Ja, inderdaad. Ja. En wat deze groep vooral wil laten weten is dat meedoen belangrijker is dan winnen. Ja, nou, dat geldt eigenlijk voor de meeste bouwers wel. Dat gewoon. Eigenlijk wel. Ja. Ja. En wat zij ook heel hard roepen, deze schroeders, is dat ze nooit een kar zouden kopen. Want dat gebeurt ook wel, hè? Nou ja, wat ik zojuist ook al aangaf, meestal komt het dan door tijdnood. En vaak ook omdat iemand bewijst van of met een woning aan de gang is of gezinsuitbreiding. Ja, soms dan, wil het gewoon even ja, niet. Ja, soms heb je gewoon even niet de tijd. En dan wil zeggen van, nou ja, dan, we bouwen dan bewijs van nog liever gewoon een vierkante bakkie. Dan doen we daarmee mee dan dat we iets kopen. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje een knipoog naar de waaghalzen die straks voorbij komen. Want die hebben hem dus gekocht. En dat is ook een beetje een steek onder water nodig natuurlijk. Ja, want dat hoort ook. Hè? Onderling even een beetje jennen. Hè? Dat hoort erbij. Toch? Absoluut, absoluut. Ja, waar zijn we nu beland, joh? We zijn nu bij de Lummels. En daar zitten ook twee, drie gekochte onderdelen op. Als ik mij dat goed heb laten vertellen. En dat zijn met name de koppen. En dat heeft dus ook te maken gehad met die tijdsdruk. Ja. En ja, wat dan wel grappig is, op het moment dat de jury, want die komt ook van tevoren te kijken. En die wordt er dus ook gewoon gezegd, dat hebben wij gekocht. Je kannibalen met carnaval. Ja, nou, dan heb je dus weer die dubbeling. Ja, leuk. De kannibalen voorop, de wagen erachteraan. En zoals jij zegt, de wagen wordt dus niet alleen hier op de Dam of in de straten bekeken door de jury. Maar ook al op het plein waar ze staan te wachten voordat de optocht begint. Nee, ja, maar ook tijdens het bouwen wordt er ook al gejury. Oh, dan ook al. Ja, dan wordt er ook al gekeken van, is dat allemaal wel echt zelf gemaakt? Ja, hartstikke goed. Ineke! Ja, moet je dit nou eens kijken, Judith. We staan hier in de stromende regen. Allemaal kleine kindjes. Want zo moet je natuurlijk het carnaval leren als je al klein bent. Ja, vinden ze het wel leuk zo in de regen, die kleintjes? Nou, wat denk je zelf? Ik denk het niet, hè? Nee, nee. Maar ja, hoort erbij, hè? Ze willen nooit meer carnaval vieren straks. Nee, jawel. Jawel. Zit in hun bloed. Gewoon met de potlepel ingegoten zo? Zeker. Zeker. Wat wil je ze nou echt meegeven? Het feest, de samenhorigheid, de gezelligheid met elkaar, van de groep. Ja, dat is echt belangrijk. En straks met warme chocolademelk voor de kachel? Nee, we gaan nog weer door. Nee, de kinderen? Oh ja, de kinderen. Jazeker. Ja, bij open oma. En dan proost. Proost. Oh ja, lekker voor de kachel. Ik gun het ze van harte. Hé, hey, er komen allemaal bellen van de bellenblaasmachine daarvoor, hè? Onder die, je ziet het onder dat schildpad? Ja, kijk, daar zie je het inderdaad. Ja. Ja. Wat mooi gedaan. Hoe doe je dat? Ja, dat is gewoon natuurlijk een bellenblaasmachine. Dat is niet zo heel spannend. Okay. Maar het is wel een mooie toevoeging dan. Ja. Naast het standaard draai- en verfwerk, dat je ook dit soort materialen meeneemt. En zie je heel veel bekende dieren voorbij komen. Ja. Nemo zie ik er ook op. Prachtige inktvis. En daarachter een wagen. Onze zustervereniging Zwartemeer zelf, die rijdt hier ook mee. Van de Raad van Elf, van die vereniging. Ja, absoluut. Wat delen zij uit? Snoepgoed? Dat is het vooral? Ja, met name snoepgoed.
denk dat wanneer ze bij ze op de kar komt, kun je ook vast wel iets anders van ze krijgen. Maar nou, ik voor zie de kinderen dat, met name. Ik zie dat Ineke er al in klimt. Ik ben benieuwd waar zij voor gaat. Ik denk voor het snoepgoed dan, maar in dit geval. Ja, ze moet nog werken, hè? Beter, hè? Ja. Ja, Ineke is boven op de wagen. Ik zie de cameraman er inmiddels ook achteraan met die zware camera. Al die wagens maar weer op. Giel en Ineke, jullie zijn helden. Wat wordt je aangeboden daar? Beetje snoepgoed? Nou, ze zeggen vooral pas op, want 2 jaar geleden stond ik ook hier op de wagen. Toen gingen we onderuit. En dat weten ze allemaal nog. En moet je dit nou eens kijken. Wat zit erin? Drank, heel veel drank. Drink maar hem in. Wat zeg jij? Drink maar hem in. Drink maar hem in. Mag ik drinken onderweg, ja, Judith? Ja, tuurlijk, mag dat. Daar ga jij zelf over in. Oh, nou, ik denk dat wel mag, hè? Ja, wat is het? Vind ik wel, hè? Wat is het? Geen idee. Daar komen we zo achter. Hoe is het feestje tot nu toe? Ja, super. Het is gewoon heel super. Het is gewoon gezellig. Het is mooi. Dit wil me toch allemaal wel, dit. Nou ja, iets mooier weer. Ja, ik ben jammer van het weer, maar wel. Het is toch super. Ik zeg maar proost. Proost, hè? Ja, terwijl Ineke op de wagen zat met de Raad van Elf van de Zusterstad, zoals ze dat zo mooi noemen, reed hier een bakwagen langs met decreet, de regering bakt er niks van. Er waren de Domme Duvekers ook uit Zwarte Meer. En hier rechten de boeren leven. Ja, en ook deze komt uit Zwarte Meer. Eerste geworden trouwens op een zaterdag, hebben we ook mee laten vertellen. Ah, dat vind ik op zich wel mooi, hè. Dat ook gewoon de karren uit Zwarte Meer mooi achter achter een prinsenwagen rijden. Ja. Heeft ook wel wat. Het gaat over het stikstofprobleem, hè? Vandaar dat dit thema wordt ook vaker gebracht vandaag, hè? Ja, en in de algemene zin milieu natuurlijk. Ja. Ja, en ondertussen wordt er gehost, midden op de Dam, door een groep die van links naar rechts gaat, zo ongeveer. En ook zeer kleurrijk qua kleding is. Met ook weer kleine kindjes erbij. Het is echt leuk, hoor, zeggen we tegen die kleintjes. Het is echt leuk. Ja, ik heb er zelf ook eerder zo bij gelopen. Dus. Ja, het is goed gekomen. Het is wel goed gekomen, ja hoor. Ja. De deurzetters zijn dit. De deurzetters met die grote eenhoorn, neushoorn, wat is het voor een hoorn? Het lijkt mij meer op een neushoorn inderdaad. Ja. Het is een beste in ieder geval. Ja. De deurzetters, komen die van Bargekompas? Die komen van Bargekompas inderdaad, ja. Zijn die nog in de prijzen gevallen afgelopen zaterdag dan? Volgens mij niet extreem hoog, want je kunt hier ook wel volgens mij aanzien dat er wat gekochte onderdelen op zitten. Gaat over Wildlands? Ja. Financieel circus hebben ze ervan gemaakt. Ja, het gaat natuurlijk weer over de gemeente, dat die financieel even moeten bijspringen. En Wildlands blijft volgens mij jaarlijks een thema. Ja, maar dat hou je. Ja, en het is onze gemeente ja. Ook, hè, de gemeente Emmen, dus wat dat er gaat, blijft dat. Van Emmen gaan we zo weer richting Mexico? Als ik dat zo zie wel, ja. Ja, hè? Schat ik ook in. Sombrero's, dus mooi verlichte wagen. Ik schat in Emmekompas. Dit is Emmekompas uit Oosterduipen, inderdaad. Die hebben hier ook al jaren mee gedaan. Je kunt ook wel zien dat ze daar nu ook hun eigen optocht hebben. En dat daar ook steeds meer aan de karren gedaan kan worden. Ze worden steeds beter en daar wordt de optocht alleen maar mooier van. Ja, en geweldig dat ezeltje wat heen en weer kan klappen op deze wagen. Ja. Die stijgt gewoon maar dan de andere kant op. Dat is wel weer grappig natuurlijk eraan. Die hoed die zo mooi ronddraait, die hele kop trouwens die ronddraait. Ja, daar zit wel werk in, hoor. Daar zit zeker werk in. En een grote al die lampjes, dat lijkt me ook wel wat. Mm. Zijn de shuttlebreukers. Wat een bijzondere wagen, want het is net alsof die wagen verroest is, hè? Ja. Dat hebben ze mooi gedaan. Ja, daar zit een beetje verfwerk in natuurlijk. En wat je er ook op ziet liggen is dat het niet alleen maar de foam is, maar dat er echt mooi en alles op is gezet. En wat dacht je van confetti? En confetti natuurlijk. Ja. Thema is boerenprotest. En deze groep vindt het heel belangrijk om dat thema ook echt door te voeren. Hè. Ze zeggen ook echt, wij maken het voor het publiek, niet voor onszelf. En dat thema, dat boerenprotest, zeg maar, willen ze in alles wat ze hebben gebouwd, gemaakt, laten doorklinken. Ja, klopt. En daarvoor hebben ze dus een oude Amerikaanse wagen eigenlijk genomen, hè? Ja, echt een beetje dat het redneck idee, echt from the countryside, zeg maar. Ja. Zo, het lijkt of het sneeuwt hier, joh. Ja, dat zijn gewoon veren. Ja, het zijn veren. Er is helemaal geen confetti. De kip is geplukt. Ja. Nou, we weten in ieder geval wat zij eten vanavond. Ja.
En of het wat veren zijn, zeg. Of Bart Kopaskum zit nu onder de veren, maar wat zal het? Vervolgens komt er weer een trekker aan. Sommige wagens hebben het echt geïntegreerd, hè? Dan zit die trekker echt in de wagen. Ja. Maar meestal rijden ze er toch zo voor, hè? Ja, omdat het voor natuurlijk de chauffeur ook heel belangrijk dat hij gewoon goed zit. Ja, absoluut. Vooral in dit weer ook. Ja, maar sowieso met de veiligheid. Ja. Je kunt niet verkopen dat er iets gebeurt omdat je niet hebt gezien. Nee. De Makker Schor Midort. Die hebben een groot feest op deze wagen. Ja, absoluut. Je hoort ze goed. Ja. Top secret. Ik ben benieuwd wat er zo top secret aan deze wagen is. In ieder geval aliens. Buitenaards wezen. Zullen ze dan toch echt zijn neergedaald? En dat nou net hier in Stiekelstad? Dat zou toch wat zijn, of niet? Komen ze wel op het juiste moment aan, hè? In ieder geval is de ruimte mooi weergegeven. En ik zie Sinterklaas lopen. Ik zie het even niet in beeld, maar ik zie het om mij heen. Ja. Zie ik het gebeuren? Ik denk, gebeurt dit echt? Ja, het gebeurt ja, echt. Dat gebeurt hier echt. En hij heeft ook, zijn helpers erbij, zie ik. Ik kan het niet meer aan. Het gebeurt echt. Ja. Ineke? Ja, het is hier één groot feestje in het. Ik kan je niet horen. Ik heb geen flauw meer wat je allemaal zegt. Dat maakt niet uit. Want volgens mij ga ik niks beters doen dan hier op deze wagen staan. Het carnavalsfeestje meevieren. Dus even kijken. Hallo. Hallo mevrouw. Gaat het een beetje goed hier volgens mij wel, hè? Wat zegt u? Of het een beetje goed gaat. Ja, zeker. Lekker overdekt, lekker warm. Het lijkt wel kerstmis. Ja, dat is het ook. Wie is jullie prins? We hebben een kerstborrel. Kerstborrel? Ja. Wie is jullie prins? Wat zegt u? De prins. De prins? Waar hebben we de baas? Van de keibongels. Ja, waar is ze dan? Die zitten in een café. De prins zit in... Nou, die heeft beter voor elkaar. Samen met zijn adjudant. Gaan jullie maar feest vieren hier? Wij gaan feest vieren, inderdaad. Nou, ik doe gewoon lekker mee. Op de wagen Santa. En dat heeft natuurlijk alles met Santa Claus te maken. En wat minder met Sinterklaas. De sneeuw zien we ook voorbij komen hier, hè? Ja, dat zijn de albatrossen en Rijmel Kompas. En die doen ook echt wel tijd al wel mee, hoor. Ja, ja, en de kerstballen op de wagen en van alles en nog wat. En ondertussen, we kunnen het bijna niet allemaal volgen. Komt hier alweer de volgende? Ja, dat zijn de rommelpotten uit Zwarte Meer. De rommelpotten uit Zwarte Meer. Hebben zij ook een specifiek thema? We zien hem wel. Er komt een kreet voorbij, dat inderdaad. Dat zou van die beste vrouw zijn aan de zijde. Ja, de zorg. Dat zou de zoon van die mevrouw zijn. Dat zou die zijn. Ineke, deze gaat over de zorg. Oh! We gaan rennen, Judith. Ja, denk dat je moet rennen. Maar ja, nu weten we niet wie de zoon is, hè? Nee. Robotvervanging kost onze banen in de zorg. Zo ongeveer luidt hij. Ineke gaat ondertussen de mevrouw zoeken, kijken of dit de wagen was. Want er zijn volgens mij ook meer wagens over de zorg, hè? Ja, dat is niet de enige, nee, dus misschien is het nou net de verkeerde. Uit, ja. Precies. Ja, de zorg ook een hot thema natuurlijk, logisch. En deze? Dit zijn de Worgalsen. Dat is de kar waar we het een paar keer over hebben gehad, die dan wel is gekocht. Oh, oké. Okay. Maar deze jongens zeggen van niet meedoen is geen optie. En ik heb begrepen dat eigenlijk het hier naartoe halen en het in elkaar zetten en het bij elkaar krijgen van de kar bijna net zoveel tijd heeft gekost. Je zal het weten dat je erin komt. Ja, Worgalsen, nog spannend om te vertellen dat zij sinds 1966 meedoen en geen enkele optocht hebben gemist. En zij dachten dus ook, dit keer gaan we niet missen, dan gaan we wel kopen. Ineke, heb jij de mevrouw gevonden? Ik heb hem gevonden. Nou, we hebben hem gezien, hè? Ja, echt wel. Liep in ertussen? Ja, ja, ik weet niet wie je zoon is. Een dokter. Net had je het nog over een zoon. Ja. Wat is er gebeurd onderweg? Nou, dat weet ik niet wat er gebeurd is. Maar ze waren echt niet compleet allemaal, niet, hè? Hoe kan dat dan? Ja, nou, misschien duurde weer of hoe of wat dan ook. Maar normaal is er ook een mevrouw bij die redde in een rollator. Dus die was er nou ook niet. Maar je hebt je dochter zien, maar je zoon niet? Mijn kleindochter was daar. Je kleindochter? Ja, eerste zoon, toen dochter. Ja. Het wordt wel steeds bijzonderder hier, Judith. Ja, 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 ja. Ik had twee kleindochters liepen erbij. En zoon van mij. En schoondochter. Dus de optocht is geslaagd nu? Ja, zeker weer. Ja, hoor. En nou lekker naar huis of blijf je nog tot eind? Nee, ik ga wel naar huis.
Snap ik. Het is koud. Ja. Lekker wat warms aan. Ja hoor. Even lekker warm. Ja, de wij gaan nog niet naar huis. Nee, wij gaan zeker niet naar huis. De Woghalzen kwamen net voorbij. Had alles te maken met olie. We zagen ook kamelen op die wagen. Jij zei het was een gekochte wagen. Maar ze hebben er ontzettend veel werk aan gehad om het in elkaar te zetten. En dat zag je ook wel, want het was me toch een enorme wagen. Ja, het was een flink apparaat inderdaad. Ja, met ja-knikkers. Ging dus over olie. Als sheik boren wij ons rijk, was de slogan, zeg maar. Dus ze hebben er wel ontzettend veel werk aan gehad. Ook al was hij dan gekocht. Klopt, ja. Volgende keer denken ze ook, we gaan er gewoon maar weer zelf maken. Ik denk het wel hoor. Ja, als de jongens een beetje ken, dan... Ja, wat is dit voor eentje? Dit zijn de half om halven. Komen ook van Barkepas trouwens. Je ziet wel dat die hoek van die sneeuwpopulaars kapot is gewaaid. En ik hoop dat de jury zich nog een beetje kan herinneren van de zaterdag. Maar deze zijn namelijk tweede geworden op zaterdag. Is dit de wagen ijskoel? Dit is de wagen ijskoel, ja, nou, absoluut. Je, dubbelzinnige spreuk, hè? Ja. gebeurt hier eigenlijk standaard wel. Ja, ijskoud en koel. Is wel van toepassing vandaag, hè? Ja, het past helemaal. Ze hadden een vooruitziende blik toen ze ergens in oktober begonnen. 2 jaar geleden hadden zij nog een eerste prijs. Dus ze hebben wel een eer hoog te houden, hè? Want dat was de laatste keer 2 jaar geleden. Nee, maar dat is ook wat ze graag willen, hè? Ja, voor de eerste prijs gaan, dat is wat ze eigenlijk allemaal willen. Ja. Maar dan wel met een zelfgebouwde kaart. Dat is eigenlijk wel wat voorop staat bij al deze heren. Ja. En dames ook natuurlijk. We hebben ook de koeien zelfs in de straten lopen erachteraan. Ja, want zonder melk geen ijs, zomaar zeggen. Ja. Dus vandaar dat zij erachteraan lopen. Maar ik krijg, ook al is het koud, best trek in een ijsje zo. Ja, zo wel hè. Ja, best lekker. Ach, een prachtig varkentje met 1 oortje naar beneden. De groepsjokers uit Zwarte Meer. Heet ze de groepsjokers? Ja, ze noemen ze zichzelf. Die scheld ze echt niet uit hoor. Wat is het voor een groep? Wat weet je daarvan? Of ken je ze niet? Ik ken deze groep dan weer iets minder goed. Het is net een ander dorp. Maar ook dit is, wij hebben ook gewoon een vriendengroep. Iets van een varkentje wassen of staat wel iets van een slogan op? We zullen het misschien nog meemaken. En misschien heeft het ook weer alles te maken met stikstof, boerenprotest, wie zal het zeggen? Heeft iedereen nou zijn eigen muziek op de wagen? Iedereen, of tenminste de meeste karren hebben gewoon hun eigen muziek. We hebben het 1 jaar geprobeerd met een zetmast. Zonder boeren zit je naar een leeg bord. Ja, dus boerenprotest inderdaad. Ja. We hebben 1 keer geprobeerd via een FM-uitzending dat iedereen dezelfde muziek had. Ja? Met name ook om het lawaaiprobleem tegen te gaan. Ja? Maar dat vonden we toch een beetje tegenvallen, want je kon namelijk niet je eigen inbreng inbrengen. Ja. Want je hebt natuurlijk je dansje. Ja. En dat lukt het niet als iedereen dezelfde muziek heeft. Nee, dat snap ik. Is Ineke ook aan het dansen, Ien? Nou, ik ben niet aan het dansen, maar moet je eens kijken hier waar ik ben. Kijk even naar beneden. Op rolschaatsen is het niet spekglad op de straat. Zo. Ja, hartstikke. Maar goed je evenwicht bewaren, niet vallen. Hoeveel blauwe plekken heb je al? 0. Ik zie jullie echt alle kanten opvliegen. Ja, maar het gaat helemaal goed. Volgens mij word je hier wel minder moe van dan lopen. Ik vind het wel slim bekeken. Oh, het is wel een aanslag op je spieren hoor. Hoe kom je erbij om dit zo te gaan doen? Het thema was disco en we hadden zoiets van, het was ook wel leuk om daar gewoon op ouderwetse rolschaatsen te gaan. En zodoende. En we houden het op rolschaatsen. Zo te zien houden we de hele zoet op, dus rol lekker verder en doe gaan we door. Weer een wagen uit Emmeke Pas, deze met de verlichting. En dat, je kunt eigenlijk wel een lapje zien, maar ook deze wel mooi hoor. Als deze optocht is verreden, hebben wij de processierups bestreden. Oh, die hadden we nog niet gehad. Nee, de processierups. De eikenprocessierups. Ja, tuurlijk. Die moet ook voorbij komen, want het is ook ontzettend actueel thema. Wij gaan afsluiten. Kevin, dank je wel. Ja, jullie ook voor de aandacht natuurlijk. De 55e editie Feest in Stikelstad met weer een mooie optocht, ondanks de regen en de wind. Was dit de 55e. Dank voor het kijken. Heel veel plezier nog vanavond. Heel veel plezier nog alle carnavalsvierers vanavond. En wat ons betreft, tot volgend jaar. Tot de nieuwe Rozemontak.